eraf, hè. Shit, hè. Goedemorgen vanuit Po. Het is vandaag een hele bijzondere morgen, want we hebben voor het eerst een opdracht gekregen vanuit een renner vanuit het Tourpeloton. Frederik, kom maar in. Ja, Bas. Frederik hier. Vandaag zijn we rit 13. Ik heb een keer zitten kijken hier in het roadbook. Het is tijdrit. Ik heb mijn benen nog gespaard voor vandaag en er zou wel een keer een etappewinst in kunnen zitten. Dus laat ons een keer een challenge maken en jij mocht mijn ploegleider spelen voor vandaag. Wat denk je daarvan? Nou, dat zie ik wel zitten hoor, ploegleider. Best wel een dingetje dit. Met ploegleider moet je echt alles regelen. Moet je zorgen dat die auto's er op tijd zijn, dat de rollers op tijd zijn, dat die jelletjes heeft, dat je er goed achteraan rijdt, dat er geen fiets van het dak. Eens even kijken, hij wilde wel die etappe winnen, maar eens even kijken wat zijn uitslagen zijn. Bakkaert. Oh, ik heb verkeerd geschreven, wacht, slecht. Foutje van de ploegleider. 2016, won hij in Oostenrijk. Vandaag gaat hij het weer doen, Tour de France. Etappe 13, schrijf maar op. Op naar de start. We hebben Zabel, we hebben Leon van Bon. En vanmiddag komt hier gewoon de naam bij van Frederik Bakkaert. Dus hier is de auto. Hier is het hek. Hier ben ik. We mogen wel in de auto, maar we mogen niet over het hek. Dat is nog een probleem. We zijn nu eerst op zoek naar Hilaire. Hilaire is de grote baas van Wanty. Die zit normaal altijd in de auto achter Frederik. Kijk, daar zit hij. Daar zit hij. Met zijn elektrische step. Daarmee gaat hij altijd naar de bakker en naar de kapper. Waarom is je dan geen begeleider van Quickstep? Het enige wat we moeten doen is nog even over dit hekje steppen. Ik vind hem hilarisch. Ja, ik vind hem. Ik denk wel dat hij kans maakt vandaag, hoor. Wie? Frederik. 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 Bakkaert, ja. Yes. You're gonna win. Gagné, Frederik. Charlotte. Charlotte? Charlotte. 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 Heet Charlotte, heet ze. Het leukste is even als we over dit hekje springen. Oh, we zijn weer binnen. He's gonna win, hè, today. No. Ja, 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 he's gonna win. Hier, dit is goed voor de sfeer, hè. Bakkaert. I wanna be a superman again over you. Mocht hij winnen, is alles klaar om een groot feestje te bouwen. Ja, volgens mij heeft hij ook goede benen, gaf hij net aan, dus... Heeft hij al gewonnen, Frederik? En dan wordt het technisch. Hier rotondes, 2 kilometer, nog wat haakse bochten. Samenwerking tussen ploegleider en renner gaat in deze tijdrit wel heel belangrijk zijn. Vandaag gaan wij het doen, hè? Ben je er klaar voor? Zeker het eerste deel, rechts. Ja, maar ik ga je wel goed toespreken in de auto. Gewoon goed ritme zoeken. Dus de echte favorieten zijn nu een beetje Thomas, Bernal, Kruiswijk, Bakkaert. Ja, begin met Bakkaert, hè. En dan de rest, ja. Niet zo van stikstje groter, stikstje kleiner. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Hey, succes, hè. Kijk, even een lach van het gezicht. Dit gaat goed komen, jongens. En hij vindt het ook belangrijk dat ik wel wat in zijn oor zeg. Dus dat ik ga zeggen een tandje groter. Ja, dat is die rol voor mij vandaag. Kijk, aan de rennen ligt het vandaag in ieder geval niet. Nou jongens, ik ben er helemaal klaar voor. Nu nog een auto. Hoe laat starten die ook alweer? Over 17 minuten. Nou, kijk, je moet ook een beetje die mensen die foto's zo tegenhouden. Niet te veel pers. Nou, goed zo. Niet te veel. Daar is hij. Oh ja, daar is Frederik. Oh, je zit. Oh, hij zit op de verkeerde fiets, jongens. Ja. Old Christian Eiking is inside. Ze vragen of Christian Eiking uit de bus kan komen. Gaan ze vragen of ik perschef ben. Spannend, hè? Je debuut als ploegleider. Dat direct in de Tour de France. We moeten weg, we moeten nu naar de auto. Kom op, Frederik. En we zijn vertrokken. Allee, Frederik! Oké, jongens, we hebben nu het bochtige gedeelte gehad van de start. We zijn nu hier, we komen straks op het eerste rechte stuk. Het is eraf, hè. Shit, hè. Wat gaan we hier dan doen? Waar ben je heen, ja? Wat mooi, hoor. Oh ja, hier beginnen we aan de klim. Kom op, Frederik! Nu bijschakelen. Goed begin, Frederik! Tandjes waarde! Nu
niet gewonnen. Hij heeft wel echt alles gegeven. Hij staat wel echt, ik weet niet, vijfde of zesde nu. Maar er wordt de fontein in. Maar ik vond geen slecht debuut als ploegleider, toch? Behalve dat de fiets eraf flikkerde. Dat, ik heb niet gewonnen. Niet gewonnen. Nee. Ik ga ook zo de fontein in, maar dat vind ik helemaal niet erg. Oké. Okay. Ja. We hebben even een alternatieve opdracht, of een alternatieve fontein bedacht. Zie je daar een slang, een mechanieker en water. Dankjewel Frederik. Vond je deze video nou leuk? Doe daar even duimpjes omhoog. En abonneer ook direct even op het kanaal. Tour de Tietema. Ik hem aanhouden.